De lease-app is een app speciaal voor de bedrijven die objecten leasen of verhuren, zoals bijvoorbeeld voertuigen. In deze video behandelen we de processen van de klant en in een andere video behandelen we de processen van de medewerker. De knoppen in het hoofdmenu kunnen naar wens geconfigureerd worden. Deze samenstelling is gekozen, maar het zou kunnen dat in uw situatie bepaalde knoppen komen te vervallen en andere knoppen interessanter zijn. De blauwe knoppen zijn zichtbaar wanneer klanten van een leasebedrijf de app hebben gedownload en de zwarte knoppen zijn speciaal bestemd voor de medewerkers. Medewerkers kunnen onder andere leaseauto's afleveren en deze aflevering via de app aan een klant aanbieden om deze te laten beoordelen. Zie ook de andere video. In dit voorbeeld worden zowel blauwe als zwarte knoppen getoond. Echter, afhankelijk van het type gebruiker, klant of medewerker, zijn de blauwe of zwarte knoppen te zien. Dit is instelbaar. Normaliter zou een gebruiker alleen blauwe of zwarte knoppen zien. Klanten van een leasebedrijf vinden het handig om een schadeformulier via de app aan te leveren. Wanneer een klant de app activeert, krijgt de klant alleen algemene knoppen te zien en in onderstaand voorbeeld zijn dat er 7. Mocht u als organisatie bepaalde knoppen overbodig vinden of andere knoppen juist handig vinden, kan dit eenvoudig aangepast worden. Wanneer een klant in het hoofdmenu kiest voor de knop schadeformulier, wordt onderstaand scherm getoond. Hieronder ziet u een voorbeeld van een schademeldformulier. Dit formulier kan naar wens ingericht worden. Vervolgens vult een klant het schadeformulier digitaal in. Het papieren schadeformulier is reeds ingevuld door beide partijen. Na het invullen zal het papieren schadeformulier middels een foto gekoppeld kunnen worden aan dit formulier. Zodra de foto's zijn genomen en aan het formulier zijn gekoppeld, kan het digitale schadeformulier geregistreerd worden. Na de registratie zijn deze gegevens en foto's via de backoffice te bekijken. Mocht er een incident hebben plaatsgevonden, dan is het handig dat de klant het via de app kan melden. Een incident melden werkt precies hetzelfde als bij een schadeformulier. Bij het openen wordt een leeg formulier getoond en de klant kan incidentgegevens invullen. Zodra alles is ingevuld en of de foto's zijn gekoppeld, kan het incident gemeld worden. Na registratie zijn deze gegevens en foto's via de backoffice te bekijken. Vaak heeft een leasebedrijf voldoende belangrijke informatie op hun website staan. De lease-app verleent zich prima om deze informatie te delen. Via de backoffice kan men eenvoudig de webpagina als knop aanbieden. De meest voorkomende handelingen kunnen via de app aangeboden worden, waardoor uw leasebedrijf veel minder tijd kwijt is aan telefonisch contact of e-mails over en weer. Het belangrijkste is dat de klant zelfstandig aan de slag kan. Zodra er voor een knop is gekozen, bijvoorbeeld ruitschade, kan de webpagina van de partner direct geopend worden. Vervolgens kan de klant op de website van de partner een afspraak maken. Dit geldt ook wanneer er onderhoud ingepland moet worden. Dit doe je bijvoorbeeld middels de knop onderhoudsbeurt inplannen en de webpagina van de garage wordt geopend, waar de klant direct een afspraak in kan plannen. Wanneer uw partner garages heeft waar je geen afspraak in kan plannen, dan is een lijst met garages in de buurt handig. U als leasebedrijf levert een lijst met garages aan en we zetten deze voor uw klant in de app. De knop Mijn meldingen is speciaal voor de gebruiker en zal ook geautoriseerd worden zodat hij of zij alleen deze informatie ziet. De informatie achter de knop Mijn meldingen wordt automatisch gegenereerd wanneer de klant een formulier heeft ingevuld via de app. Hieronder is te zien dat de klant een schadeformulier, een afspraak voor onderhoudsbeurt en een incident heeft gemeld. Na de keuze wordt deze specifieke registratie geopend en hier is te zien wat er eerder is ingevuld. Als er een foto is gekoppeld, wordt deze getoond in de meldingregistratie. En door op de foto te klikken, wordt deze groter weergegeven. Het leaseaanbod en vacatures in de app tonen kan voor extra omzet of een nieuwe collega zorgen. Met de knop leaseaanbod kan uw organisatie haar leaseauto's tonen en aanbieden. Via de backoffice is dit eenvoudig aan te maken en na de keuze wordt de webpagina getoond waar meer informatie over de leaseauto te vinden is. Met de knop vacature kan uw organisatie vacatures plaatsen. Een potentiële collega kan in uw klantenbestand zitten. Bij het klikken op de vacatures wordt de bijbehorende webpagina geopend voor meer informatie. Met de knop facturen/boetes kan uw leasebedrijf op klantniveau facturen en boetes van klanten tonen. Uiteraard AVG-proof en alleen de facturen en de boetes die bestemd zijn voor de specifieke klant, middels een autorisatie vanuit de backoffice. Er kan een koppeling worden gemaakt of een Excel-bestand geïmporteerd worden voor het bijhouden van deze facturen en boetes. Zodra voor factuur boete is gekozen, wordt de specifieke factuur getoond. Tevens kunnen in mijn meldingen onbetaalde facturen worden opgesomd en kan de klant een pushbericht ontvangen om direct via de app zijn of haar factuur te betalen.
Interesse om de lease-app 2 weken gratis uit te proberen? Zie hier de contactgegevens.